Welkom bij een nieuwe piepshow die tot aan zaterdagavond, zondagochtend, een, een, ook een leuke piepshow was geworden. Uh, met natuurlijk weer nieuws over het oplopende conflict om de aankoop van Activision uh, Blizzard door Microsoft. Want dat gaat nu inderdaad een officieel onderzoek worden in in ieder geval Engeland en naar verluid ook de EU. Uh, en toen kwam eigenlijk de bombshell. De bombshell. De, bomb. Bomb. de bomb. bam, het, het gta 6 gewoon. Gelekt, hele game, nee, niet nou, niet de hele game, maar um, een, een, een fors lek uh, 3 gigabyte aan informatie, um, 90 filmpjes online. Um, de hacker heeft naar voluit... Um, en dat is ook een beetje uh, wat hij aangeeft. Uh, heeft ook nog eens een keer de source code van zowel GTA 5 en GTA 6. Uh, ik heb er uh, vanochtend al een item online over gezet waar we waar ik het echt een beetje die dat hele verloop uiteenzet. Mm -hmm. um, ik wil hem met een paar dingen uh, uh, over hebben, boord met jou. Uh, ja. Ten eerste, uh, je hebt twee soorten hackers. Je hebt, je hebt soort maar gamers die redelijk verstand hebben van een beetje met, met computerkloten, die dan af en toe gewoon eens een keer een filmpje online zetten omdat ze die hebben gevonden. Ja. Dit is een criminele hacker, want hij wil geld. Hij dreigt als het ware. Hij zegt van uh, uh, five figure at least. En anders gooi ik de source code van GTA 5 uh, online. GTA 5? Ja. 6. En 6 heeft hij nog, maar dat <coughs> wil hij voorlopig nog niet doen. Oké. Okay. Ja, ik denk dat... Um, uh, dit hebben we eerder gezien volgens mij met Sony. Uh, dat bleken uiteindelijk Noord-Koreaanse hackers te zijn. Oké. Okay. Uh, het zou me ook niet verbazen als dit ook uit die hoek komt, gewoon omdat je daar uh, in het Oostblok, uh, maar ook in Noord-Korea, zie je gewoon um, ja, figuren zitten die willen gewoon geld hebben. Ja, uh, een, beetje, een beetje ransomware, ja. dat je nu heel vaak ziet. Hè? Bedrijven die gewoon uh, blijkbaar hebben ze ergens op geklikt een medewerker uh, ja. uh, en dan volgens uh, ben je al je gegevens kwijt of je moet uh, lappen. Het is de teapot turbo. Uh, Tipot Uber-hacker. Hij zegt dat hij ook Uber heeft gehackt de afgelopen week. Okay. Waar ook die administratie... En ook heel veel gegevens op straat. Ook een fors lek. Uh, nee, weet je waarom ik denk dat... Het lijkt me niet. Het zou kunnen. Maar ja. uh, over het algemeen dit kost ontzettend veel werk. Ja. Uh, en zeker een bedrijf als uh, 2K, ik bedoel, wat ik weet van uh, game-uitgevers is mm -hmm. dat ze gewoon hermetisch afgesloten zeker? zijn. Zeker. Um, die, die hebben echt hun IT wel op orde. Dus dit ja. uh, uh, verbaast me. Uh, iemand heeft op een link geklikt. Uh, de firewall was niet in staat nee. wat er vervolgens gebeurde tegen te gaan. Um, ja, en, en hij, die, die hacker heeft toegang gekregen tot, uh, tot die bestanden. Ja, het echt verbaas het, het zou mogelijk wat mensen nu zeggen: is natuurlijk Rockstar gaat nu het, het, het hele systeem doorlichten uh, dat het te maken heeft met mensen die thuis werken. Ja, nee, dat, dat maakt wat, heel veel sens. Wat, ja. wat 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 lastig is, want ik denk inderdaad, uh, ik, Er kan, kan twee zijn: iemand heeft meegewerkt vanuit Rockstar, maar dat lijkt me niet. Dan doe je één filmpje, niet 90 uh, veel filmpjes. Ik denk inderdaad dat iemand gewoon zijn, zijn PC is geïnfecteerd. Dat zou goed kunnen, uh, ja. waar gewoon ja, waar, waar die op aan het werken is. En um, deze man heeft het gewoon um, ja online geflikkerd en eigenlijk ook een een beetje met weinig, nou niet kennis van zaken, want dat heeft hij wel, maar gewoon weinig affiniteit met gaming. Want hij, hij zei dus ook al van: Oh, wow, ik heb het online gegooid en jezus Christus, wat heb ik een hoop DM's gehad na afloop. Weet je, dus blijkbaar is het doel. hij tuurlijk, zich niet hoe groot, hoe groot dit is, nee. nee. Wat denk je dat er nu gebeurt? Wat denk je dat Rockstar gaat doen? Gaat nou, hij op zoek naar die jonge FBI? Uh... Maar laten we het over de impact op Rockstar hebben. Ja. Kijk, Rockstar kan niks meer doen. Het is te laat. Ja, uh, zeker. Want uh, weet je, dit heeft. Ik bedoel, de code van. Het is ook grappig dat hij dan dreigt met. Uh, dan ga ik de code van GTA 5 online gooien. Uh -huh. Ik denk dat de grootste mogelijke schade die Rockstar had willen uh, toebrengen. Uh, is het releasen van, deze, van de footage van GTA 6. Ja. En dat, uh, dat heeft. Heeft hij al gedaan. Als hij echt geld, als hij wist wat hij aan het doen was. En niet qua hekken, want dat heeft hij blijkbaar uh, gedaan. Maar dat is gelukt. Uh, maar als hij wist wat hij in handen had, dan had hij never nooit niet de footage van GTA 6 gereleas. Daar had hij geld voor moeten vragen. Nee. Want op dit ogenblik de impact die dit heeft op Rockstar is dramatisch. Mm -hmm. En je moet je voorstellen, oké, okay, we zien hier de aandelenkoersen uh, uh, waarschijnlijk gebaseerd op het feit dat Rockstar gehackt is en ja. uh, onzekerheid in de markt. Nou ja, de, de, de negativiteit ook. Uh, heel veel ik, mensen ik, zeiden... Ik denk dat dat er nog niet eens in zit. Nee? Dat zit, nee, nee, echt, die, die aandelenkoersen, want dan moet er eerst in de Wall Street Journal moet er een artikel komen waarin dan okay. de hele negativiteit in beeld wordt gebracht. Dat weet ik wel, voordat het soort van institutionele beleggers eigenlijk een beetje een, een, dat er een muntje valt van wat de impact die is. Ja. Maar ik heb die beelden gezien, ik heb die footage gezien en mijn eerste reactie was van ja. wow, dat ziet er soort van underwhelming uit. Weet je, dat is niet bepaald wat ik verwacht van GTA 6. Nee. En dat gegeven. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat Rockstar niet in staat is om iets veel vetters te maken dan wat daar is mm -hmm. getoond. Of misschien was dit ontzettende alfa footage of misschien ja. Whatever, misschien ziet het er wel zo uit. Het maakt niet uit dat ze grip hebben verloren op het narratief. Weet je? Dat ze ja. grip hebben verloren de op de perceptie, het... daar kan je niet tegen vechten. Precies, weet je, die game heeft nu een stempel gekregen van ach, wat gaar. Terwijl je moet kijken hoe Rockstar, hoe zorgvuldig Rockstar omgaat 100%, met, ja. met, met, met hoe ze uh, games in de, in de wereld brengen. Weet je, ze hebben dan van die trailers waarbij mm -hmm. eigenlijk geen game. Gameplay is heel banaal. Hè? Ja. Dat zie je ook. Ik bedoel, die footage van die diner die de hele wereld over gaat. Ik bedoel, weet je, het is een soort pulp. Fiction-achtige scènes die ze hebben ja. willen maken, maar het werkt niet, het speelt niet goed, je ziet de interactie is kut, um, uh, ja, het maakt totaal geen indruk. Terwijl wat je wat je wil als je Rockstar bent of wat je doet is dat je een trailer maakt, mm -hmm. waarin je ziet dat ze naar binnen lopen, je beetje. misschien die die die, ja, die uh, popfiction-achtige muziek Je gaat het erbij. sturen, ja, je gaat het sturen, je gaat het laden, je laat niet die <laughs> footage goed het zien, want dat is banaal. Je wil laten zien van hoe vet die wereld is waarin al die avonturen zich afspelen. Ja. En dit is Dodelijk. Dit ja. is fucking dodelijk voor die titel. Ik denk echt Rockstar had niet uh, harder geraakt kunnen worden dan dit. Misschien nee. alleen nog als de, als de, als de game speelbaar released was. Maar als hij de voet is van GTA 6 zou releasen, nou, dan, is, dan is het echt over en uit klaar. Ja, maar je moet je voorstellen, dit ja. is een miljardenstrop. strop. Nee, voor, ja, absoluut. Voor en R en hij heeft Rockstar. dan mogelijk ook documenten. Wie weet, heeft hij ook het script, weet je, of van verhaallijn, al dat soort shit. Al, ja. Dat, ja, dat is iets wat je inderdaad opbouwt. Alles. Kan min of meer in de puin Ik zag een tweet, trouwens, van een grote vriend van jou, Neil Druckman, die zei: Van kom op jongens, weet je wel. Het is nu even kut, maar over twee jaar heeft niemand het er meer over. En gewoon doorgaan en bladibladibla. Precies wat je waar je op zit te wachten, ja. veel developers die aangeven, jongens, hoe klote dit is. en dat dit dit is echt heel kut. Dit is echt heel kut, maar ook als gamer hè ik bedoel ja, voor mij ja, 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 ja. als, als, als fan van de GTA-serie ik, ik heb zoiets van ja kut, weet je ik bedoel ja. dit is alsof iemand het 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 einde van een uh, uh, seizoen Game of Thrones spoiled. Ja, ik, ik heb echt tien ik seconden bedoel... gekeken. En toen dacht ik wist ik van oké okay, het, 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 het is legit weet je wel en dan hoef ik het verder ook niet meer te zien omdat ja, goed, het kan wel zijn dat men al. Hè, ze zeggen nu ongeveer twee jaar oud. Want er staat uh, RTX 3060 videokaart staat ergens in. Um, het, wat ik zeg van, ik, ik heb genoeg development studio's hè, gezien. Wat je ziet, is dat iemand is iets aan het uitproberen. Weet je? Ook, als ik hierin loop, wat gebeurt er dan? Dit en dat. Het is niet inderdaad die gestuurde gameplay, filmisch. Het, het is ontzettend lullig en banaal. Uh, ja. Maar in één keer kan ik me voorstellen, het, het, het maakt een hele hoop kapot. Dat nou, is ook het, de... het maakt de magie kapot ja. rondom zo'n game. En ik denk dat dat. Uh, um, dat is. Ik bedoel, wij hebben de gamesindustrie zien veranderen: van een, een open. Uh, 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 industrie waarbij uh, elke persaandacht werd toegejuicht en we ja. welkom over. En nou, wij kijk... kregen nog, uh, in de tijd dat we schreven, kregen wij alfa's die niet veel beter waren dan dit. Nou, dit, wa dit was veel beter dan wat wij. Ik, ja. denk, ik kan me herinneren dat er <laughs> op een gegeven moment iemand van Microsoft die kwam bij ons op kantoor, omdat we hadden dan een vaste verbinding liggen. Ja. Moet je nagaan, dat was toen nieuw. En die kwam Xbox Live proberen en toen da daar zaten we in een soort development omgeving met. Alle alfa's van alle games die eraan aankomen, over je uitgenomen. En we gingen gewoon downloaden en spelen en kijken wat het was. was... Volledig ondenkbaar vandaag omdat je, omdat het ja, journalisten waren, en dan dan weet je gewoon hoe je ermee om moet gaan. Maar nu ga, nu, nu kan elke gamer het slag nee, Maar, maar, over maar Hoe noemt. dan ook, die, die, die industrie is zo dicht getimmerd. Ja. weet je, ik wil jij was laatst nog volgens mij bij een grote, uh, uh, bij Ubisoft ja, ja inderdaad. Dat, dat. Weet je, en dan, dan weet je gewoon, alle deuren zijn dicht. Je mag niet toevallig iets zien. Je moet een contract telen, loopt iemand mee, zodat je niet toevallig iets ziet of filmt. Nee. En ik bedoel, ze gaan tot het uiterste om er te zorgen dat je niet. Uh, dat dit niet Dat je niet de magie kunt do doorbreken van zoiets. Mm -hmm. En nu, nu zie je dit dus gebeuren. En ja. dan denk ik gewoon van ja, bij de grootste release van het, ik denk van het design Ja, dit, 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 absoluut. En dan gebeurt dat bij. Het is, het, is, het is heel treurig. En ja. ik, vind, ik vind het ook triest. En um, ik gun het Rockstar niet. Want nee. ja, weet je, dit gun je niemand. Ik bedoel, wilde werken. Wat was het? Duizend man. Uh, dag en nacht praktisch aan, aan, aan zo'n titel. Uh, Bloed, zweet en tranen zit erin. En dan word je afgerekend op iets wat twee jaar oud is. En no, weet je, het is niet eens. Ik heb niet zo'n probleem met dat, hoe het eruit ziet. Het is niet per se lelijk. Je ziet gewoon de onzinnigheid van de gameplay. Mm -hmm. Dus je loopt door die diner en dan, ja, je, je moet blijkbaar moet je, je pistool richten op de cashier zodat die ze wat geld geven die in de kassa zitten. Nou, al dat soort dingen heb je. Het is gewoon niet heel spannend. Nee. En, en dat um, ja, dat als je het speelt, heb je zoiets van ja, whatever. Oké, okay, je speelt het door en dan ga je weer verder. Maar hier. De Big Picture zie je gewoon totaal niet. Maar nu de hele wereld ziet dit. Ja, ja, ja. Weet je? En dat is gewoon. Ja, het is precies wat je niet wil als Rockstar zijn. Ik vind, ik vind het heel triest. Ja. En ik denk dat het, uh, het, het, het is dodelijk is voor de uh, for, for franchise. In ieder geval, voor de... laat ik zo zeggen, voor de magie rondom de launch van de franchise. Ja. Want misschien slaagt Rockstar er wel in om het te herstellen. Um, maar je kunt dit niet meer aanzien. Uh, nee, waar. nou sowieso gaat het vertraging opleveren omdat bijvoorbeeld er moet een heel uh, onderzoek gaan komen, uh, beveiliging moet helemaal onder de loep worden genomen. Plus dat ze nu moeten gaan kijken van oké okay, jongens, kunnen we nog wel thuis werken? Wie weet hebben ze mensen aangenomen juist die die 50-50 die optie hadden die nu niet zoiets hebben van ja, oké okay, als ik dan alleen maar daar moet werken, dan gaat het niet werken. Wie weet wonen die wel heel ergens aan, al? al die dingen moeten ze gaan doornemen uh, en dan heb ik het nog niet eens over de de, 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 de spirit binnen zo'n team die natuurlijk ook helemaal weg is. Je gaat niet vanochtend Lekker op je werk zit. Nou, ik ga even lekker doorcoderen. Weet je, wel, dat is dat iedereen is aan het praten met elkaar over dit soort shit. Wat ik nog wel interessant vind, de, de, deze man heeft dus feitelijk nu Rockstar de, de, iets gegijzeld, als het ware. En hij wil daar geld voor hebben. Nou, is altijd de vraag, hè? dat heb je ook altijd met gijzeling van mensen: moet je nou wel of niet betalen? Weet je, op het moment uh, als je betaalt, uh, ja, dan weten alle andere mensen ook van hé, hey, dat loont. Dat, dat, dat bedoel, stel, ja, hoe, hoe zie jij dat? Want dit is natuurlijk van op het moment als hij de source code en alles online flikkeren, Ja, dan, dan ben je nog ver van huis. Ja, als, als, als die hacker de source code van GTA 6 online gooit. Dat betekent ja. dat GTA 6 uh, uh, bij wijze van spreken uh, een, een halve dag later speelbaar uh, ja. online staat. Um, ja, ik denk dat dat... Um, um, ja, dat zou echt nog veel dramatischer zijn ja. voor Rockstar. Um, je, je moet je voorstellen, zo'n zo titel verkoopt... Ja, Wat is het, tien jaar lang, vijftien jaar lang uh, verkoopt dat door? <laughs> het gaat over miljarden. Ja. Uh, ik weet zeker dat het Rockstar een paar miljoen waard is om dat niet te laten gebeuren. Ja. Behalve, je hebt geen garanties. Dus hoe kun je, nee. als je, kijk, dat is het probleem met, um, met de afpersing. Hoe kun je, of, 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 of chantage eigenlijk, uh, hoe kan je zeker weten dat de persoon die code. Vernietigd. En als je nu uh, 10 miljoen betaalt. Uh, om, om die code terug. Ik bedoel, je krijgt niks terug. Je hebt hem mm -hmm. al. Maar. Weet je, voor de belofte. dat hij iets niet zal doen. Weet je, ja. ja. hoe, hoe je kan je niet zeker zijn? Dus het enige wat Rockstar kan doen. is aangifte doen. Uh, en hopen dat. Um, uh, dit op heel hoog politiek niveau. wordt opgepikt. Ja. Um, en dan. Uh, maar ja, hoe vaak hoor je nu. dat dit soort. hoogbegaafde. Hackers/slash organisaties echt gepakt worden. Ik bedoel, heel laat ik vaak, zeggen, heel, heel vaak toch ja, wel. Ja, praten. nee, laatst, We hebben in Amerika was er een. Uh een aanval. Ik ben even de naam kwijt van die organisatie, maar dat waren volgens mij Russen. Ja. Um, en dat was uh, volgens mij een aanval op het elektriciteitsnetwerk of okay. gas naar iets ergens iets in Amerika. En dat, uh, uh, dat is echt heel hoog opgespeeld. En toen uh, <coughs> t, uh, hebben de Russen hebben die hackers uh, okay. eigenlijk vrij snel ja. opgepakt... onder druk van de Amerikanen. Wat ja. opvallend is, want waarom ja. zouden de Russen luisteren naar Amerikanen? Nee. Maar hier hier was gewoon politiek. Dan komt de politiek bij. Nou ja, en ik weet niet of Rockstar zo groot is, hoor. Nee, maar uh, dat is het ook. En, en plus nog eens een keer een beetje het gevaar uh, 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 dat je nu laat zien aan criminele organisaties, inderdaad, Rusland, uh, waar dan ook ter wereld. Hey, het loont. Om dit soort producten. Nou, het loopt niet. Want nee? wat, ik bedoel, de, kijk, dat is het verschil. Met als jij zo'n zo uh, ransomware hebt, dan is jouw heel computersysteem zit op slot. Mm -hmm. uh, de hacker weet in feite niet wat hij op slot heeft gegooid, maar weet alleen van oké, okay, ja. er wordt gebeld. Dan is er ook echt een soort van <laughs> centrale. En iemand neemt op en die geeft je dan een code waardoor je de boel weer kunt ontlokken, dat je weer kan werken. Yeah. En dan heb je zoiets van oké, okay, je, je hebt je prijs betaald, je likt je wonden, je zorgt voor een betere uh, IT uh, security. En dat dat nooit meer kan gebeuren heb je les geleerd? Dit is anders. Ja. Hier zijn dingen gestolen die je niet meer terug kunt krijgen, want het is digitaal. Nee. Dus het kan eindeloos gekopieerd worden. Denk, denk je ook dat het resoneert bij EA, Ubisoft, al die bedrijven die nu grote projecten hebben, waarbij ook thuis gewerkt wordt en dat soort dingen? Ja, of natuurlijk. Van... Ja. Iedereen schijt is een broek hiervoor, <laughs> weet je. En ja, er is geen game uh, waar meer van afhangt dan GTA. nou ja, 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 is, ja, ja. Ik kan me gewoon niet iets anders voorstellen. Nee. Dus wat dat betreft, ja, nee, uh, Rockstar gaat. Ik, ik denk niet dat Rockstar gaat betalen. Dat zou ik niet niet doen als ik rockstar was ja. in ieder geval um, ja ze moeten aangifte doen en hopen dat de hek gepakt wordt ja, uh, um, ja want, want anders ligt hij zit op straat laatste is en dat zat ik me net even te bedenken hè. Ik bedoel we, we lezen dit vaak over elektriciteitsnet uber uh, Pff, maastricht ziekenhuizen universiteit ja. nou ieder, ieder, i, i, iedereen iedereen vindt bedoel elk normaal denkt mensen ja dit, dit is niet netjes dat is kut maar je je hebt er ook niet heel veel passie voor. Ik bedoel, Uber is een groot bedrijf, weet je. Het is niet zo van, oh fuck Uber, daar moet je van afblijven, weet je. Of... Nee, maar het is ook omdat ze moeten maar hun IT op orde krijgen, weet je. Wat is er nou voor een domme shit dat iemand blijkbaar, uh, weet ik veel, ja. op linkjes begint te klikken, weet je. Elke gek weet toch dat je dat niet doet. Nee, maar je kunt nu ook zoiets krijgen van GTA is... Voor heel veel mensen iets heel tofs om naar uit te kijken. Dat, dat, dat de publieke opinie in social media zo heavy wordt richting zo'n hacker. Dat zo'n hacker dan ook denkt van oké, okay, pak het dan maar. Dan nee, want, wat, wat, ik verdwijnt. Wat, nee, want die nee? magie is al verbroken. Dus mensen ja. hebben gewoon zo... Ik bedoel, ik denk dat niemand het heel erg vindt dat hij die footage heeft gezien. Weet je, als gamer zijnde. Mm -hmm. Je hebt alleen zoiets iets van, nou, <laughs> ik had verwacht dat het toffer was. Weet ja. je. Um, ja, nee, ik, ik denk wat dat betreft. En mensen, wat, wat kan mensen dan nou schelen? Weet je, ik bedoel... Uh, ja, het is, jammer, het is vervelend. Maar ik bedoel, de enige die het vervelend vindt, zijn de aandeelhouders van, uh, van Rockstar. Ja. En dat, um, ja, die gaan het echt merken. We gaan het volgen. Ik ben heel benieuwd. Uh, uh, wat ik al zei: goed, dit gaat, uh, we weten al uit het verleden is het een keer bij Trusted Reviews. Die hebben ooit een keer uh, Reddit Redemption 2 materiaal online gezet. Uh, die kregen vrij snel, hebben ze 1 miljoen boete gehad, ging naar, wel naar een goed doel. En een excuse uh, op, op de website. Um, Rockstar heeft een. Uh, juridische afdeling, die hier bovenop zitten, zal ongetwijfeld advocaten in hebben geschakeld. Wie heet FBI? Dus ik denk dat er wel wat gaat gebeuren. Uh, maar dit soort dingen hebben we al even. Maar, maar tijd nodig. Laat ik zou zeggen: die ja. shit staat nog steeds op YouTube. Hè? Ja, ja, nee. Dat, dat zei ik ook al. Van, van veel succes dat, met dat, 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 dat dat eraf dat, dat ga je er niet meer afkrijgen. Dat gaat viral. En, en tuurlijk, dat ja. staat in de in Telegram-groepen die 90 video's. Ik heb het overal langs zien komen ja. uh, nemen. Dat is eigenlijk man. een beetje waste of time. Maar goed, dat is uh, eigenlijk zoals ze het uh, doen. Goed, uh, ja, dan naar het normale nieuws. Um, we weten allemaal in de UK, de CMA, de Britse mededingingsautoriteit, die, um, die had vragen over uh, de aankoop van Activision Blizzard door Microsoft. Die, uh, dat zou wel eens tot monopolie kunnen uh, leiden, positie uh, kunnen leiden. Dat is niet goed. Um, en uh, ze zeiden tegen Microsoft, oké okay, wij hebben deze vragen, vijf vragen volgens mij, en um, willen jullie die beantwoorden? En uh, Microsoft heeft dat niet gedaan. Um, eigenlijk heel Hell, simpel is, en hier staat het ook. Uh, Microsoft opted not to offer any remedies to the CMA at this stage because there were no obvious commitments to the UK regulator would be likely to accept, according to people with knowledge of the situation. And uh, the watchdog does not generally accept behavioral remedies, such as commitments to maintain access to product or service at the end of phase one probe, apart from in rare. Oftewel, um, ja, Microsoft had wel kunnen zeggen, ja, maar Call of Duty blijft altijd voor eeuwig. Maar dat had helemaal geen zin, omdat je dat ook niet weet. Uh, Phil Spencer heeft wat dingen al geroepen van de komende vijf jaar is het nog wel zo. ze hadden zoiets van, oké, okay, wat we ook zeggen, het is op dit moment heeft niet zoveel zin. Laat dat onderzoek maar gaan komen. Dus dat onderzoek gaat er nu komen. Uh, de, 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 de mensen die hier echt verstand van hebben, die zeggen ook, dat gaat dan waarschijnlijk ook in de... EU uh, um, uh, uh, gebeuren. Um, even kijken en Jim Ryan, um, ja, dat, die was er weer als de kippen bij om um, te zeggen dat hij ontzettend blij was dat dit nu gaat gebeuren. Dat onderzoek moet er komen, want hij zegt by giving Microsoft control of Activision Games like Call of Duty, this deal would have major negative implications for gamers and the future of the gaming industry. Ja. En ja, toen had ik weer zoiets en daar werd hij onmiddellijk weer op aangevallen uh, door eigenlijk iedereen uh, van... veel, je komt niet op voor de gamers. Je komt op voor jouw gamers. Voor de Playstation gamers. Dus zeg niet dat het niet goed is voor alle gamers. Want als jij Xbox hebt en je hebt Game Pass, dan is het hartstikke goed voor je. En als PC-bezitter uh, is het ook hartstikke goed voor Voor jou is het kut. Ja, en dan haalt die dingen door elkaar. Weet je, die hele shit... Um, ik bedoel, wat dat betreft... Um, ik, ik, ik ben het er wel in zoverre mee eens... Mm -hmm dat als je ziet dat een partij zo groot als Microsoft... Mm -hmm. dat die zulke belangrijke uitgevers en developers begint te kopen... Ja. Um, dan, ja, dan, dan, ik snap dat dat problemen kan opleveren. Mijn hele probleem met het gezeik van Jim Ryan <laughs> is dat... Um, je moet niet klagen, je moet aan de bak gaan. Weet je? Ja. je moet zelf vette shit maken. En omdat nou juist Sony zijn uh, strategie heeft veranderd en dat ze niet al die creatieve titels meer doen, waarvan sommigen gewoon ronduit floppen. Weet je? Mm -hmm. dus, uh, Little Big Planet, weet je dat soort games. Maar het is wel heel belangrijk dat ze gemaakt worden. Wat je en wat je nu ziet, Sony heeft juist gezegd van, oké, okay, we gaan niet meer op al die creatieve titels inzetten, een paar grote blockbuster's, uh, ja, en dan en dan volgens gelopen janken dat een, dat je je concurrent uh, uh, voor, voor, voor 67 miljard um, uh, Call op ze opsnijdt. Ga zelf gewoon een betere maken. Ja, nou, hou op met het gejanken. Heel veel mensen en dit is ook wel heel grappig. Op dezelfde dag, dezelfde dag dat Phil Ryan Zah, Phil Ryan, Jim Ryan het is wel handig om Phil Ryan te zeggen of Jim Spence en dan weet je meteen dat ik het over allebei heb. Maar dezelfde dag dat hij het zei, was ook de Call of Duty uh, Modern Warfare 2 uh, opening launch verplicht PlayStation. Want er is een deal en daar kwam je dan mee uh, met alleen PlayStation exclusive content uh, playable in Call of Duty. Uh, weet je wel, hier ook. Play the beta first on PlayStation. First on PlayStation. Ik bedoel. Dat is nou eenmaal. Daar zijn zij ook een beetje mee begonnen. Dat die hele exclusiviteit. Natuurlijk, iedereen zegt ja, maar dat is een ander niveau. Dat snap ik ook wel. Maar um, nou ja, het feit dat Microsoft nu dit doet, heeft alles mee te maken. Natuurlijk ook dat ze in de vorige battle snoeihard zijn verslagen door PlayStation. Op alle manieren mogelijk hebben zij, uh, heeft PlayStation, Xbox het leven moeilijk gemaakt, weet je wel? Ja. Misschien wel onmogelijk gemaakt. En ja, nu heeft Microsoft een hele andere opening gevonden. De Game Pass. Uh, ze hebben gezegd, oké, okay, dan, dan gaan we, als we het zelf niet kunnen maken, dan kopen we ze gewoon maar, weet ja. je wel? Ik bedoel, ja, dat is dan wat je krijgt. Ik bedoel, uh, en, en dan ga je roepen, ja, het is niet goed voor gamers. Uh, ik weet namelijk niet of die algemene tendens, namelijk dat we surface, uh, of subscription model krijgen, of dat zo slecht is voor de consument... Nou, het is wel slecht als er geen concurrentie meer is. Zeker. Dat, de, ik denk dat hij daar naartoe wil. Maar het is jammer dat hij het niet uitlegt. Maar dat hij alleen maar roept: ja, het is slecht voor de gamer. Ik wil weten wat zijn argument is. Waarom is het precies slecht voor de gamer? Mm -hmm. uh, want in, op dit ogenblik is het goed voor de gamer. Maar ja, ik snap dat als straks alles van Microsoft is. En ze gooien de prijzen van Game Pass uh, acht keer over de kop. Ja, dan is het wat minder goed voor de gamer. En die kans is gewoon heel erg aanwezig dat dat gaat gebeuren. Ja. Dus, maar dat zegt hij niet. Weet je? En dat is jammer. Want dat zijn. Inhoudelijke argumenten die je nodig hebt, nou, en hij, hij inderdaad, hij, wat hij nu aan het doen is, is alleen maar proberen de raid van PlayStation te redden. En ik heb van, <laughs> ja, sorry, maar de raid van de arrogante raid van PlayStation, daar hebben we nu al een aantal jaar mee te maken. Ja. en uh, het, het wordt er niet beter op. Nou, ja, het ding is ook, en ik, ik ga met je mee. Feitelijk ik bedoel, daar heb je gelijk in. Op het moment als Microsoft en Phil Spencer heeft deze week, uh, was hij op de Tokyo Game Show, heeft hij alle interviews gegeven en bij Famitsu zei hij bijvoorbeeld van we zijn nog niet klaar met met acquisities, weet je wel? Mm -hmm. Dus wie weet komt Ubisoft wel, wie weet zijn het kleinste. je weet het niet. Bedoel... Nou, nee, Ubisoft, gaat, dat gaat niet meer gebeuren. Dat maar ik okay, maar... kan me wel voorstellen dat er nog anderen zijn. Exact, hij zegt van we zijn echt bezig, we gaan ook nog iets in Japan doen, weet je? Ik bedoel, ja. uh, uh, zij, ze, 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 ze zitten goed in de wedstrijd, weet je? Hij ziet ja. nu langzaam zijn plannetje, ziet die slagen, en, en, en dan, dan, dan gaan ze er ook meteen vol voor. Hij is ook vol vertrouwen dat hij het gaat winnen, dat dat, dat onderzoek dat, dat niet gaat veranderen. De meeste analisten zeggen ook dat 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 er niks uit gaat komen. Dat het gewoon doorgaat, deze deal. Ja. Um, kijk, wat Jim Ryan doet is nu heel erg van: het is slecht voor de gamers. Als dit gaat gebeuren, dan zijn jullie als consument de dupe. Maar het lullige van dat wat hij zegt, mm. is dat je er heel simpel dingen tegenover kan houden. Van oké, okay, maar jij zegt dus dat jij wel goed bent voor de gamers. Nou, iemand zei. Uh, um, Exclusieve content en early release voor PlayStation, dat is iets waar Sony best wel hard mee is. Als je kijkt ook naar Final Fantasy, dat, dat weet je al dat soort dingen houden ze ook exclusief. Uh, ze hebben de prijs verhoogd van de console, weet je wel. Ik snap waarom. Is niet goed voor de consument. Meer geld. Dus als je dat zegt, Microsoft heeft opnieuw weer benadrukt, we gaan het niet doen. Phil Spencer is slim, die zegt nee, in deze tijd waarin mensen minder geld te besteden hebben, vinden we dat we het niet kunnen maken om entertainment duurder te maken. Dat is natuurlijk briljant uit marketing. Of je dat dan wel of niet bedoelt, maar... Daar staat hij al meteen weer een puntje voor. Um, Sony heeft content van Xbox-versies van multiplatform gedwongen laten verwijderen. Weet je wat ik bedoel ja. um, Microsoft, die doet dat niet. Die gaat niks bij kot weghalen. Het komt gewoon naar de PlayStation de komende vijf jaar. Uh, Microsoft support games op de PlayStation 5 to the same extent as Xbox. Uh, nou, en zo kan ik nog even doorgaan. En dat maakt het verhaal voor mij zo zwak. Als hij zegt: van, Ik ben de redder van de gamer. Ja. Ah, sorry, maar PlayStation, dat ben je de laatste jaren niet. Weet je, wel? je was de eerste die games duurder maar ja. ik bedoel, kom niet met dat verhaal aan. Kom inderdaad, ik ben het volledig met jou eens. Dit is de toekomst en vecht, weet je wel. Ga niet, ga niet huilen. Maar ja, ik bedoel, dit is hoe een doodstrijd eruit ziet. En het rare is dat we zijn, we komen net uit een periode waarin Sony PlayStation echt heer <tus> en meester was. Weet je? Ja. PlayStation 4 was een fantastisch product. En nu zijn we de PlayStation 5 ingegaan. Het is een gefaalde launch geweest. Mm -hmm. um, niet alleen de console zelf, maar ook de hele Sony business is gestruikeld. Uh, en ze liggen nu plat, uh, weet je, met hun gezicht lang uit in de modder. En nu komt er de grootste economische crisis die we de afgelopen honderd jaar hebben meegemaakt. Die komt op ons af. En Sony is gewoon niet voorbereid, is zich niet aan het positioneren. Is. Heeft niets. Staat met lege handen. Mm -hmm. En dat, dat gaat heel pijnlijk worden. Ja, nou ja dat ja, grappig. Sorry. Ja, precies, ik was ook deze week. Vor, vorige week was ik nog bij een, een uh, ook iemand uit de industrie, een, een bedrijf. Uh, en die zei dat ook al, dat het, dat het bij bedrijven, de, de strategie van Sonische bevraint. Je gaat gewoon als bedrijf nooit zeggen dat je ergens bang voor bent. Want nee, het als daard. je dat doet. dat Doe je niet, weet je wel? Ja. Uh, en zeker die Playsta PlayStation is altijd zo: Sorry, ik... wij, wij zijn de stoere gasten en fuck dit. En, en ik ben en... gewoon aan het verslikken in die hele PlayStation. Ja, je zit in de hele PlayStation. Dat een... Nou, la laten we even doorgaan. Want deze week kwam dan ook het bericht: um, dat had ik met jou ook even via de app over de PlayStation ja. VR 2. Uh, die wordt niet uh, backwards compatible met de PlayStation VR. Maar nou, vind je dat ik bedoel. Vind je dat raar? Het, 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 nee, het is niet per definitie raar. Ik bedoel, er zijn genoeg developers die zeiden: jongens, dat zijn zulke gescheiden apparaten qua techniek en dit en al, dat is heel moeilijk. Ja. Uh, maar iemand zei iets heel slims. Um, en dan moet ik even kijken hoor. Uh, volgens mij was dat deze. Uh, uh, ja, deze man is dat, Mike Futter. Um, kijk, PlayStation zegt: PlayStation VR 2 won't be backwards compatible with PlayStation VR. Sony has confirmed PlayStation. VR games are not compatible because PlayStation VR 2 is designed to deliver truly next-generation VR That heel vaak hun dingen. It uh, wordt duurder, want daarmee garanderen we jou die, die we willen die truly experience naar jou toe brengen. Terwijl hij zegt van uh, that, that this is a soundbite that never plays well. What they want you to hear, this is a huge step forward, and you won't be uh, you won't want to look back. Uh, what people hear is you don't respect my previous investment, and what it really means, I, I would be very expensive to. board games en we won't spend. We hebben dit ook een beetje met PlayStation 4 naar PlayStation 5 gehad. Ja. Het He is die communicatie die de hele tijd soort van wereldvreemd is. Van, uh, ik bedoel, ik heb een paar mensen gesproken die hebben die PlayStation 5. Die zijn heel erg blij met bepaalde titels. Ik heb er ook niks mee, maar die vinden het echt tof spelen het nog. En die hebben zoiets van: Dan heb ik daar al mijn geld in gespeeld en dan kan ik het straks niet daar ja, spelen. Nou, maar hij heeft die Mike Futter, heeft een heel goed punt dat um, een, de, de, de lancering van een nieuw product. Is, uh, is een verhaal wat je vertelt. Ja. En als jij begint met een kutverhaal, dan ja. kun je het succes van het product ook wel op je buik schrijven. En dat is wat hier gebeurt. Ja. En ik denk dat ook dit moet je weer zien binnen. Een, 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 een soort van uh, globale trend waarbij mensen mm -hmm. veel meer, kwijt, weet je zware inflatie, mensen zijn meer ge kwijt geld kwijt voor ongeveer alles. De boodschappen, ja. de, de energierekening, tanken, weet ik wel, alles wordt duurder. Denk je nou echt dat mensen zoiets hebben van ja, maar ik heb daar dus een weer een, 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 een apparaat dat ligt stoftap, <laughs> dat is die PlayStation VR. Dat, dat heb ik een nieuwe gekocht als gimmick ooit. Oh, dat je ja. dacht, oh, dat wordt vet. En vervolgens heb je één, twee keer opgespeeld. Je hebt het je kinderen opgezet. Iedereen heeft het een keer opgehaald, wel ja, lachen en dan is het weg. Mm -hmm. Mm. Um, uh, en nu wil Sony zoiets van. Ah, maar we gaan het nog een keer doen. We gaan niet... En ik denk dat mensen, ze, mensen die dit tof vinden, die hebben er eentje gekocht. Die ligt stoftabben En dan heb je zegt van ja, het laatste waar je echt op zit te wachten, is dat je nog zo'n ding in huis had. Maar Wat stof ligt. Maar dat happen. is een goede punt. Want de volg al, volgorde altijd bij nieuwe hardware is altijd de eerste groep die het koopt, zijn de fans van de vorige generatie. Ja, dus nou, die zijn nu klaar. Exact. exact. En, en dat, je je ook met, dat heb je ook gezien met PlayStation 4 en PlayStation 5. Kijk ik, ik ben ook niet zo van de backwards compatible. Maar dat komt misschien omdat ik heel veel games krijg. Dus ik heb die hoeft er niet per definitie aan, maar de eerste mensen die een PlayStation 5 kopen zijn de hardcore fans. En die hebben zoiets van: ik heb, ik heb hier weet ik veel, 100 games liggen van de PlayStation 4, die wil ik ook op de PlayStation 5 spelen. En volgens zegt Sony: ja, dat kan niet. Ja. Oh wacht, nee, je moet er 10 dollar extra voor betalen. Dan kan het wel. En die heeft zoiets van: dude, Ik heb dus 100 keer 60 dollar zitten lappen, en nu krijg ik dit. En dat je dat niet snapt, is weer. Ik vind het nog een leuke vraag. Die PlayStation 4 2 die is Volgens mij al een half jaar bekend dat die, dat, dat die komt. Dat is al aangekondigd en alles. Je weet dat dit essentieel is. Waarom, waarom kondigen ze dat niet dan aan? Waarom nu pas een half jaar later? Zouden ze niet een half jaar hebben geprobeerd of het werkt of niet? Nee, ik, ik denk eerlijk gezegd dat ze gewoon grote problemen hebben met leveringen. En gewoon ja. hier ja, het ze niet eens weten wanneer <laughs> ze die dingen in de winkel kunnen leggen. Ja. En wat je zo meteen gaat zien, is dat er gewoon stapels PlayStation VR's bij de mediamarkt liggen, maar geen PlayStation 5's. Dus, um, ja, Ook nou, leuk. De, de, ja. Op dit ogenblik, ik begrijp niet waarom Sony niet alleen maar bezig is om te zorgen dat mensen een Playstation 5 kunnen kopen. Ja. Dat moet de eerste, de tweede, de derde, vierde en de vijfde prioriteit zijn van Sony Playstation. En het lijkt erop alsof ze genoegen nemen met de situatie zoals die nu is. En dat is krankzinnig. Of ze kunnen je... niet improviseren. Uh, ze lopen gewoon het, het, het schema af. Nou ja, wat het ook is. Maar we zien wel Jim Ryan lopen janken over, over die deal van Activision ja. en, en Microsoft. Als je daar tijd voor, vrij voor kunt maken om interviews te geven. te lopen zanen op social media. Waarom ga je geen tijd vrijmaken om fucking naar China te vliegen en zorgen dat je, dat je goedkoop je chips kunt inkopen en dat je daadwerkelijk je product in de winkels kunt krijgen. Want dat is het vreemde op dit ogenblik. Dat Het lukt maar niet om dat probleem op te lossen. Nee. En ik begrijp dat niet, weet je. Ik begrijp dat dat gebeurt in de eerste maand, in de eerste drie maanden, in de eerste zes maanden, fine. Maar inmiddels zijn we tweeënhalf jaar verder en er is gewoon nog steeds een probleem. Ja. En het, het lukt ze niet om het op te lossen. Zal het het, um... Uiteindelijk gewoon financieel zijn. En daar kan je niet zoveel aan doen. Dat zij gewoon niet zeg maar hmm. kunnen overbieden op chips. Ja, vast. Maar. Ik heb zoiets van, wat is het je allemaal waard? Weet je. Ja. Ik bedoel, heb je zoiets van, nou, laat, dat, laat die PlayStation 5 maar wegrotten. Weet je. Dat ja. is niet meer zo belangrijk voor ons business. Nee, in tegenstelling. Nee, ja, ja. Microsoft kan zich dat voorloven Omdat gewoon die hele Game Pass tegenwoordig op een, uh, uh, een Samsung-tv ook streamt. Weet je. Ja. Fine, hebben ze dat. Sony heeft dat allemaal niet. En die, die moet gewoon fysiek die consoles verkopen. Waarom doen ze dat niet? Leg die fucking shit in de winkel. Ja. Er is geen excuus. En dan kan je... Ik, ik hoor een verhaal van, uh, weet ik veel... Uh, volgens mij een auto, grote autofabrikant die kopen... Smart koelkasten op, yeah. die slopen daar de chips uit. Die chips bouwen ze in die auto's en ze flikkeren die koelkasten weg. Yeah. Weet je dat Ik denk van, oké, okay, het is het hele <laughs> idee is te krankzinnig voor woorden. <laughs> ja. Maar blijkbaar is dat waar we zijn aangekomen. Ja. Waarom kan Sony niet gewoon als ze toch meer geld gaan vragen voor die console? Ja. En ik ziet van, geef dan meer geld aan, aan die chips. Zorg ja, dat je die ja, chips ja. kunt inkopen. Ik ja. Maar het, het gebeurt niet. Nee, het, 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 precies. En dat is het een beetje van. Er zit zeker een kern van waarheid. Als een partij te groot gaat worden en ja, Microsoft heeft dat al eerder laten zien met Netscape en, en uh, Explorer en zo dat ze dan dat het dan eigenlijk ja, het is hun te doen om gewoon de, de grootste te zijn en uh, dat hele Robin Hood gedrag dat dat spelen ze nu. Ik bedoel, uiteindelijk wil je dat niet als hmm. consument. Maar dat dan Jim Ryan moet opkomen voor, uh, als, als de redder van de gamer, ja, dat, 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 dat loopt gewoon op dit moment helemaal niet lekker. En al die andere partijen, Nintendo's, Nintendo hoor je er helemaal niet over. Terwijl in principe zouden zij zich het er ook door aangevallen kunnen voelen. Maar zij hebben zoiets van... Nou, ik voel me niet echt aangevallen, want ik maar heb ze mijn eigen shit. Ook, nee, maar ze zijn toch ook niet aan... Nintendo nee. doet gewoon zijn eigen ding. Ik, ja. wil, ik wil niet veel zeggen, maar Nintendo is ten tijde... van die chip chipshorters, die, die er nog steeds zijn... Ja. gewoon met een nieuwe console gekomen. Mm -hmm. die, zijn gewoon, die hebben die Switch... Uh, weet ik veel, met dat, met dat, met dat met mooie scherm... met dat uh, OLED-scherm OLED inderdaad... Ja. Uh, hebben ze uitgebracht. En die was in het begin ook heel even uitverkocht. En vervolgens niet meer, weet je. Nintendo lukt het blijkbaar wel ook een Japans bedrijf. Uh, ook een bedrijf die ze assemblage door Foxconn in China laat doen. In Shenzhen onder andere. Heeft ook te maken met die lockdowns die ja. we daar in China hebben. Heeft ook te maken met shippingproblemen vanuit Shanghai en vanuit Hongkong naar Europa. Waarom liggen, liggen die, die switches wel in de winkels? Waarom lukt het Playstation niet? Nee. En dat... Um, ja, ik, ja, bizar. Ik, ik, er is geen excuus, man. PlayStation nee. moet zijn shit together krijgen. En het vervelende is: dit valt samen met die arrogante houding die ze gewoon de afgelopen paar jaar hebben opgebouwd. Ja. Uh, wat betekent dat daar gewoon een boel mensen, een boel uh, incompetente mensen bij Sony aan het werk zijn. die niet uh, erbij waren toen de PlayStation 4 werd gelanceerd. niet die kennis en ervaring hebben. En, um, ja, Denk je dat een zijn beetje... stoeltje al een beetje wiebelig is? Want hij is niet eigenaar van. Hè? Nou, hij is geen Guillermo of uh, uh, wie hadden naar nou nog meer. Nou goed, geen iemand die ja. ook de aandelen heeft. Hij kan zo weggestuurd worden. Uh, raad van commissarissen, bestuur, weet ik allemaal wat. Ja, het, ja. het kan, behalve dat bij Japanse bedrijven is het iets minder gebruikelijk. Weet hmm. je, ik bedoel, je zag Iwata, die bij Nintendo eigenlijk ook de Wii U niet goed van de grond kreeg, um, is ook nooit daarop afgerekend. Weet ja. je, ik bedoel dat. Hij is wel Amerikaan natuurlijk. Ja, maar goed. Ik weet niet ja. of die... Ja, precies. Nee, de, hoe heet die? die Jack, ja, oh God, hoe heet hij nou? Die man is nu... Die was vroeger PlayStation. Die is nu baas overal van, uh, van Sony. Ja, jammer. Ja, hoe heet hij nou? Ja, ik ben ook zijn naam. Nou, je hebt een laptop daar. Damn, ja, goed. Um, ga ik zo even op. Hij was wel de, de, de grote man van de, de eerste PlayStation. Nou ja, proces. dat is het. Van, hij heeft het een beetje opgebouwd. Uiteindelijk hebben ze het overgegeven. Ook omdat Sony een beetje naar het westen is opgeschoven. Uh, Jim Ryan doet nu PlayStation. En het, het loopt... Niet, uh, maar misschien heeft hij respect omdat zij denken van ja ik kan er ook niks aan doen omstandigheden. Maar ja, ik, ik ben het wel met een je eens. Ja, uh, nee omstandigheden. Ja, misschien, het... misschien is dat ook wel waarom hij zo hard begint te gillen over uh, over Microsoft en, en 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 Activision. Misschien wel juist omdat hij voelt dat zijn uh, positie onder druk is. Onder zijn leiding hebben ze de grootste uh, uh, gaming deal of de grootste deal in het videogames. Yoshida. Yoshida. Kenichiro Yoshida. Huh, als je kapot. hem ziet, dan ken je hem wel. Ja, de, zeker. Ja, ja. die hebben we al gezien op de Ja, Gramp. Goed, ga door. Um, maar goed, als je dat dus ziet, dan, dan, onder zijn leiding zijn ze de grootste deal in de geschiedenis van de videogameindustrie misgelopen. Mm -hmm. Dat is gewoon een, 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 een falen. En dat wil niet zeggen dat Sony eventjes 60 miljard klaar heeft liggen om die overname te doen. Nee. Maar dit is wel gebeurd in een tijd waarin kapitaal gewoon ontzettend goedkoop was. Ja. Een bedrijf van Sony. Kon misschien wel 60 miljoen. Ik ik, ik had het ze niet zien doen hoor. Ik bedoel, het past helemaal niet bij market cap en hoe groot ze zijn. Um, maar goed, wie weet. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Nou, blijk, blijkbaar hebben ze ook niet de voorgaan liggen in die zin uh, dat ze tegen. Uh, het minste wat ze hadden kunnen doen. hadden kunnen zeggen van hij hey doet als, als jij die token kopen Microsoft, ik doe nooit meer iets met jullie games. Nooit, never, nooit meer op de PlayStation. Ja. Dan was die hele token ook natuurlijk minder. Ik denk niet dat Cottage daar naar nou, geluisterd had. Nee? Huh? Nee, fuck nee. Nee, wil Hij wil met pensioen, weet je. Hij wil ja. een eiland. met schelen. Um, wordt volgt. Gaan we ongetwijfeld de komende weken weer, weer, weer mee, uh, meer over horen. Um, ja, we weten de Crisis. Um, er worden mensen ontslagen. En uh, tot mijn verrassing... Misschien naïef, maar dat mag jij zeggen. Uh, afgelopen week zijn er ontzettend veel ontslagen gevallen bij uh, Game Media. Um, we hebben het over bijvoorbeeld. moet ik even zoeken hoor. FanBite. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar dit is dus een website die geheel in eigendom is van Tencent. Uh, het is een, een, een website die uh, um, ja, veel op Aziatische games, manga, anime, dat soort dingen allemaal doet. Um, 30 of 40 man gewoon. Ruuk, zich uitgeflikkerd. Ook op een hele, oh ja? hele Chinese manier. Gewoon een mailtje en, en that, that's it. Gewoon midden op de dag. Ja. Um, G4. Um, dat was ooit was de. De enige televisieprogramma over gaming. Ja, man, dat was onze grote concurrent. Die had een heel kanaal in Amerika. Ja, die die dat is dat op, nog bestaat. He. Die is op een gegeven moment uh, is die, uh, zijn ze daarmee gestopt. Uh, in 2021 is die weer uh, opnieuw uitgebracht. En inmiddels ook weer heel veel mensen eruit. En Future Publishing, wat eigenlijk een van de grootste uitgevers is van. Gaming-materiaal, maar ook tech-materiaal, uh, uh, tech-bladen en websites. Ook daar zijn heel veel mensen, echt, maar ook echt hoofdredacteur allemaal eruit gespongeerd. Mm -hmm. In een tijdperk dat gaming het heel goed doet, mensen heel veel aan het gamen waren. Dus dan zou je denken, die hebben ook heel veel interesse om... Uh, ja, uh, games doet het helemaal niet goed, man. Nee? <laughs> Kijk nou eens naar die, die aandelenkoersen die je steeds laat zien. Man. Nee, maar ja, oké, okay, goed. Maar bedoel, er werd, werd goed verkocht. In de corona is er een piek ja, dat bedoel geweest. bedoel ik. Van, dus dan zou je dus zeggen van... Uh, maar dan hebben we het over 2020 alweer. Dat is twee ja, jaar okay. geleden. Nee. Ik bedoel, de, het afgelopen jaar uh, ja. is het teruggelopen. Zeker. Um, je ziet dat die, die koersen zijn allemaal aan het corrigeren. Die hele industrie heeft het gewoon zwaar. Ik bedoel, ze hebben, ze brengen, er worden geen games meer uitgebracht. Uh, bitter weinig wordt er uitgebracht. Mm -hmm. uh, B-games zijn dan de best verkopende games. Maar dat wil niet zeggen dat ze ook echt heel goed verkopen. Nee, die hele industrie gaat gewoon, dat is aan het wegzakken. Ja. En dat is onder andere omdat je nergens meer een Playstation te krijgen is en nergens een Xbox Series X te kopen is. Maar de media staat er in zover, nou ja oké, okay, zover los van dat de, 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 de aandacht voor games, bij gamers is wel groot. Je zou zeggen die willen nieuws weten over nieuwe games. Ja, maar ik, dat, dat zou wel kunnen. Maar dat ja. wil niet zeggen dat ze gaan kopen. Ik bedoel, kijk naar nou wat Game Pass aan het nee. doen is. Ik bedoel, ik, ik heb nog steeds geen goede analyse gezien van wat het effect is van Game Pass op de verkoopcijfers van games. Mm -hmm. Ik bedoel, daar verwachten we straks een rapport van. van Bijvoorbeeld, Noozeo. Je hebt ja. een aantal van die onderzoeksbureaus die met dat soort data komen. Um, daar moeten we het dan van hebben. Want. Uh, maar reken maar dat dat effect er is. En reken maar dat het, dat het erin hakt. En ik ja. denk dat als... Ik, 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 je hoeft maar naar Ubisoft te kijken. Ubisoft zet zichzelf te koop. EA mm -hmm. zet zichzelf te koop. Activision is overgenomen. Dat gebeurt echt niet in een markt die booming nee, is. hoor. Dat snap ik. ik. Ik wil even toe naar die andere kant. Wat, wat ze allemaal zeggen is... Uh, en al die hoofdredacteuren die nu weg zijn... Die, die komen allemaal op social media... En leggen dan een beetje hun kant van het verhaal uit. En die zeggen van... Wij worden afgerekend op bereik. Ja. En hij, iemand zei heel slim... Uh, the only audience... That matters is Google's search algorithm and they are constantly fucking with it. So it's an anxious industry to work in. Oftewel, uh, wij, kijk bij Gamekings zijn we juist weggestapt van dat hele Google, weet je? Wij, we hebben wij zijn dat ooit bezig... wel gedaan, hoor. Exact, maar wij zijn nu bezig met de community. Weet je, we ja. proberen de community op te bouwen, want die is trouw. Uh, uh, heel veel sites, ook in Nederland, die zijn bezig met alles uh, op launch, online zetten, hoog komen in je SEO. Maar inderdaad, Google verandert steeds. Dus elke keer ben je daarmee bezig. En op, dan heb je weer geen bereik. En dan zeg je baas van: ja, je hebt geen bereik, ik kan me aan, ik kan, ik kan, geen, ik kan geen banners verkopen. Uh, dus. Maar ik denk dat dat is het grote probleem. Dat verdienmodel is stuk. Ja, ja. En ik bedoel, wij hebben die conclusie al heel lang geleden getrokken. En daarom zijn we naar het premium model gegaan. En ik denk dat dat heel goed gewerkt heeft. En uh, dankzij premium bestaan we nog. Want als het om advertenties uh, mm -hmm. had gegaan, dan, dan waren we was het ook afgelopen geweest. Ja. En dit soort bedrijven, kijk, die, die, omdat ze engelstalig zijn, Amerikaans zijn, um, uh, ja Hebben ze gewoon een veel groter bereik. Dus werkt het advertentiemodel nog. Mm -hmm. En nu begint het daar ook niet meer te werken. Nee. Het is klaar. Ja. Weet je? En het probleem met die Google uh, Ranking betekent ook dat je waarschijnlijk afhankelijk bent van uh, dat soort advertentiemodellen. Ja. Dat betekent dat je uh, uh, je CPM-prijzen, dat, dat is het bedrag wat bepaald, betaald wordt voor het aantal impressies, gaat naar beneden. Um, en waarom zou je je best doen om hoog te komen in de Google Rankings? Als een bedrijf dat kan inkopen. Mm -hmm. Weet je, als jij als bedrijf bij wijze van spreken uh, 10.000 euro hebt om te besteden. En je geeft het aan je Google Rankings, nou, dan kun, kun je een mooi PR per, persbericht online zetten. En dan staat het bovenaan overal. Ja. Wat is de meerwaarde van als dat op een of andere uh, G4 uh, website staat, dat persbericht? En dan moet G4 zelf ermee adverteren. Of zijn hele SEO zo op orde krijgen dat mensen erop klikken. Uh, het, en dan kost het ook 10.000 euro om daar te adverteren. Wat, ja. wat is makkelijker als jij uh, een adverteerder bent? Weet je? Direct op Google. Ja. Dus de, de enige alternatief voor die advertising uh, business. Of advertising-based advertising, uh, uh, advertising revenue-based uh, uitgeverijen, is dat je naar, naar een soort van community-based ja. uh, 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 business model gaat. En dat, dat doen ze maar niet. En ik begrijp niet waarom niet. Nee, want... Het grappige is, want je zag wel een soort van spanningsveld. En ik, ik ken de sites niet goed genoeg hoor. Maar die journalisten zijn van ja, we waren. Om bezig met 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 mooie projecten en, en en series op te zetten en dit en dat. Um, maar zoiets heeft gewoon tijd nodig. Nee, een wat een onzin. Het is ja? 2022. Waarom? Ik bedoel, ja, maar een community zet je niet in 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 Ja, maar De community heb je of je hebt ja. het niet. Nou, ja, okay. en dat is het hele ding, weet je. Ik bedoel, als zij geen community hebben en het is absoluut, als jij alleen maar bezig bent met Google, dan bouw je geen community mee. Nee. Dus als je geen community hebt, nou, dan houdt het op, weet je. Ja. Dan, dan ben je klaar. En dat is het. Um, uh, we hebben dat in Nederland exact hetzelfde gezien. Weet mm -hmm. je? Dus er waren hier heel veel uh, videogame uh, uh, uitgevers of uh, videogame content uitgevers. Ja. Laat like het zo om zeggen, uh, weet je dat allerlei sites en weet ik wat, het is allemaal naar de kloot te gaan, omdat ze geen community hadden nee. en dat hun bereik eigenlijk kunstmatig was, omdat ze het gewoon inkochten, ja. of via Google, of via, weet ik veel, dus zat er eentje zat bij Sanoma bijvoorbeeld, weet je, dan als ze daar allemaal bereik, en nou, we een hele grote gaming site, ja leuk, maar weet je, je, je hebt geen community, het heeft geen nee. impact. Ja, pijnlijk dus. In ieder geval voor de mensen. Ik bedoel, het is niet de beste tijd uh, uh, om überhaupt uh, je baan uh, kwijt uh, te raken. Uh, ik denk ook niet 1, 2, 3, want dat zag ik ook al. Mensen gingen allemaal van, ja, heb je nog een baan? Is hier nog een baan? Daar een baan? Er werd al meteen gezegd van, er zijn al überhaupt geen vaste banen meer. Want de, die media verdwijnt. Dus die zullen waarschijnlijk de PR ingaan en dat soort dingen allemaal. Dat is dan nog je, je uitweg. Um, wel bizar. Um, ja, ik eindig even met... Het ja, dit, dit is eigenlijk helemaal niet grappig, maar... Vond ik dan weer wel grappig. Um, GameStop, uh, de winkel in, uh, in, volgens mij is dat Engeland. Uh, ja, die, die zitten natuurlijk ook al behoorlijk lang in de problemen. Uh, die hebben ook te maken met uh, personeel natuurlijk. Hè? Iedereen zit nu. Uh, te, ja, je hebt nu een beetje macht als personeelslid. Hé, hey, ik kan daar een paar euro meer verdienen. Dan ga ik daar werken. Uh, het is niet, je hoeft niet een hogeschool of een universiteitsopleiding te voor, de, voor te hebben om daar te werken. En ze hadden gezegd: Ja, je moet blijven, je moet blijven, je moet blijven. Want dan, dan ga je. Dan ga je als, we, als het straks weer goed gaat, dan, dan ga je dan mee verdienen. Weet je wel. En uh, ja, dat is nu inmiddels uh, duidelijk. Uh, de baas van GameStop heeft 16,8. Miljoen dollar gekregen aan aandelen en, en salaris. En uh, de medewerkers hebben 50 cent per uur maximaal erbij gekregen. Ja, bruto waarschijnlijk. Bruto. Belasting over betalen. Ja ja dan zou ik me toch wel redelijk in mijn kackert genaaid voelen dat. Ja, het zijn twee dingen het is wat je op een ja. eieren. ik moet ja. kijk die, die GameStop is een verlieslatend bedrijf ja. al heel erg lang er wordt geen geld verdiend daar um, die, die aandelenkoers van GameStop die is heel hoog en dat heeft er alles mee te maken dat op een gegeven moment um, er een groot fund ja. bezig was om GameStop die hadden gezegd van nou GameStop dat is, dat is een bedrijf dat is bijna fiets dus die hadden dat heel heel erg geshort en toen um, had je op Reddit een groep. Um, ik ben even de naam kwijt hoe ze precies zijn. De Wall Street Bats was het. Ja, was, ja. En die gingen de boel redden. En die gingen de boel redden. En die hadden, die, die, die slaagden, die hadden wel een community. En die, waren, die slaagden erin om uh, mensen bij elkaar te krijgen. En, en die gingen daadwerkelijk aandelen um, GameStop kopen waardoor op een gegeven moment dat hedgefonds... Melvin Capital heette ze, ik weet het nog goed. Uh, die werden uh, gemargin called... want die, die prijs van die aandelen ging zo hoog. Ja. Melvin Capital had het geld niet meer. is omgevallen daardoor. Uiteindelijk zijn ze gered nog. Maar um, om maar een idee te geven wat er aan de hand was. En sindsdien... Uh, is die prijs van het aandeel eigenlijk helemaal losgeweken aan wat het bedrijf als resultaat het matig hoog. Het, het is kunstmatig hoog. Maar het gaat helemaal nergens meer over. Nee. Het is overgenomen door memers, door reddit lezers, die het leuk vinden om uh, de, de, de boel in uh, de maling te nemen. Uh, die kopen. Die, dit, dit heet ook meme stocks. Weet je? Ja. Het gaat niet meer om wat het bedrijf doet. Het is gewoon van, hey, ik ben een gamer, fuck het. Ik koop een aandeel GameStop en uh, of Gamestop. Nou, dat is hier gebeurd. Ik denk, wat dat betreft, dat uh, um, uh, het is funny, maar uh, kijk, dat bedrijf dat presteert gewoon niet. En een bedrijf wat niet presteert, uh, ja, dan ga je natuurlijk niet die salaris flink opkrikken. Nee, ik het, denk het, eigenlijk dat we heel langzaam gaan, we gewoon al die winkels zien verdwijnen. Nou ja, dat, dat is wel echt. Het is zo. Um... Kijk, ik las vandaag ook een interview met iemand die. Die deed de kleding. Die waste de kleding voor alle ziekenhuizen. Weet je En die zou, van. Omdat die energiekosten. Ja, als je zo'n wasseret hebt. Dat kost een fucking shitload aan elektriciteit. Mm -hmm. um, hij, hij ging gewoon. Zijn marsje ging gewoon helemaal weg. En zijn personeel. Allemaal niet geschoold of laaggeschoold personeel. Wat overal terecht kan. Weet je wel. Van uh, ja. Die moest hij dan toch maar meer gaan betalen. Hij wilde het ook doen. Want hij, die mensen. die kenden je al twintig jaar. Weet je wel. Dus dat hij had een soort van gevoel van. Dat moet ik doen als baas. Maar dat is wat je gaat krijgen van uh, je kan het gewoon niet meer betalen. Dus je mensen lopen weg en dan heb je helemaal niks meer. Ja. Nou ja, maar dat en dat gaat nog ja. dat heet een loonprijsspiraal. Dat heb je altijd bij ja. inflatie dat prijzen gaan omhoog, daarom moeten lonen omhoog gaan, anders kan je die spullen niet meer kopen. En als lonen omhoog gaan, dan gaan de prijzen weer omhoog, <laughs> enzovoort. Het is een doomloop. Het is een fysieuze cirkel waar je niet meer uitkomt. En dat, uh, uh, daar zijn we nu druk mee bezig om dat te ontwikkelen uh, in Europa en Nederland, maar ook in Amerika gebeurt het ook. Ja. Hier gebeurt het harder trouwens. En dat, um, ja, het is, het, het, het is, uh, wat er op ons afkomt is werkelijk een, een, een soort apocalyps van inflatie. <laughs> weet je, als je kijkt wat er in, 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 in Turkije gebeurt met 80% inflatie per jaar. Ja. Weet je, dat is nog geen hyperinflatie. Inflatie, maar dat, dat is wel het. Komt wel dichtbij. Um, ja, we gaan dat soort shit gaan we hier ook krijgen. Nou ja, goed. Uh, altijd gezellig einde zo. Uh, maar ja, ja het, het, is, het is wel wat het is. Um, ja, goed. Dit, dit is dus funny en niet funny voor want voor de mensen die um, die bijvoorbeeld wel hun uh, ja, gewoon. Hebben geprobeerd om GameStop gewoon goede service te lenen in die winkels en die dan hiermee beloond worden. Uh, het is ook een beetje een, ja, een eindig verhaal, natuurlijk. En um, dat zien we steeds meer in de industrie. Uh, het gaat, wat ik zeg van, dat, dat, dat merk ik ook in de gesprekken die we hebben met, met allerlei partijen. De budgetten worden gekort, uh, iedereen zich aan het voorbereiden op dat scenario dat men minder gaat verkopen. Um, ja, dat, dat gaat game media ook. Uh, 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 merken en uh, nou, vandaar dus die vele uh, ontslagen die we geheid nog wel her en der meer gaan zien. Uh, volgende week um, ja, hopelijk een wat vrolijkere piepshow, maar het zijn niet bepaald vrolijke tijden.